Wethouder Johan Koes van Sportzaken was vanmiddag in bad te vinden, samen met de kok Kareltje uit het avonturenpark. Met deze actie gaven beide heren het startsein voor de bouw van het nieuwe zwem- en sportcentrum Het Ravijn. Een klein badje bij het zwembad werd gevuld door de brandweer met koud water. En wethouder Koes en Kareltje trokken de sokken uit voor dit evenement om de bouw te starten. Tientallen genodigden kwamen naar het ravijn toe om getuige te zijn van deze officiële start, waaronder gedeputeerde Gert Ranter van de provincie Overijssel. Voor de badscène aan werden diverse speeches gehouden en werd er even teruggekeken op de geschiedenis van de voorbereidingen. Zowel Koes als Ranter gaven aan trots te zijn op het nieuwe zwem- en sportcentrum. Na de officiële handelingen konden de voeten gedroogd worden en ontving Koes de sleutel voor het nieuwe bad uit handen van Kareltje en mocht men zich binnen weer even warmen.